Samuel Sampolanen is gisteren met staatseer naar zijn laatste rustplaats gebracht. Polanen overleed op 11 februari. Tijdens de uitvaartplechtigheid zijn er diverse toespraken gehouden waarin herinneringen werden opgehaald aan zijn verdiensten. Maar Sam was ook onze vriend. Hij was de vriend van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. En eigenlijk is hij de vriend geweest van alle voorzitters van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Sam kwam koffie drinken bij de voorzitters en soms cognac. U kent hem wel. Gisteren heb ik gehoord dat hij hield van lekker eten. Maar Sam was de laatste jaren trouw eregast bij de opening van de jaarbeurzen. Gedurende zijn loopbaan bij de Centrale Bank van Suriname heeft hij zich ten volle ingezet en zijn werk naar eer en geweten gedaan. In het kader van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar op 24 september 2001 mocht hij na bijkans 13 jaar in dienstverband met de bank per 1 november 2001 genieten van een welverdiend pensioen. Als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau heb ik op vrijdag 12 februari van het vorig jaar het genoegen gehad om met meester Polanen over diverse zaken het Onafhankelijk Kiesbureau betreffende van gedachten te wisselen. Onder andere zouden wij samen de geschiedenis van het Onafhankelijk Kiesbureau vastleggen en de verkiezingswetgeving aan een grondig onderzoek onderwerpen, om maar de woorden van meester Polanen te gebruiken. Polanen werd in september 1987 beëdigd tot lid van het Onafhankelijk Kiesbureau en daarna als voorzitter. Deze functie heeft hij tot 2004 bekleed. In 1988 publiceerde hij het boek Het Kiesstelsel van de Republiek Suriname. Ook is hij bij alle verkiezingen een aanspreekpunt geweest voor de media. Samuel Polanen werd 80 jaar.